Bestuurscrisis bij SC Cambuur. Drie commissarissen stappen op. Het is duidelijk dat dit natuurlijk vervelend is voor de club, vervelend voor mensen. Maar ja, dit is de uitkomst van de situatie zoals die is. MM vertochte wist neffens het Openbaar Ministerie van de heer Van Zegeren. Guillaume, dit is Kijk op Friesland. Er is nog altijd een soort onduidelijk hoe de drie commissarissen die het aantreden bij SC Cambuur. Justioen maakte de club bekend dat Johan Schikker, Jan Koster en Rudy Dauma ophoren. Neffens de club is er een verschil van inzicht met de directie. Bij het Cambuurstadion staat Ander Faber. Ja, Ander, is er nou al wat duidelijk wat er nou bedoeld wordt met een verschil aan inzicht? Nou, het bleef al jaar wat vaag. En dat had er mij te krijgen dat alle belutsenen de kaken stief op elkaar horen. We hebben contact gehad met alle vier de commissarissen. We vonden er dus drie voortgaan. Alle jaar willen ze neer zitten en verwijzen ze naar het berucht op de website van Cambuur. Ik met de directie van de club hebben we contact gezocht. Atte Graaf, algemeen directeur, wil wel reageren, alleen nog net inhoudelijk. En dan krijg je dus dat net heel duidelijk is wat er bedoeld wordt. Degene wil geroften roen. Dat krijg je dan als er geen openheid doen wordt. Een van die geroften is dat er een spielersfonds wijzen zou, waarin het yield zit te zoeken. De directie wil dat nou voor ten dadelijks investeren. Alleen nog de rier van commissarissen en de leden die het opstappen, die zoen dat yield liever in de boezen horen voor eerst. Maar het eigen op dat nieuwe stadion dat de route 2 hier komen mat. Ja, dat is een van de geroften die het roen geeft. Wat wist is dat er dus net duidelijk is dat er afspraken maken binnen Myanmar dat ze dus geen openheid van zaken gaan willen, vertelt algemeen directeur Atte Graaf van Cambuur. Dat hebben we afgesproken met stichting, raad van commissarissen en directie, dus daar hou ik me ook aan. Het is duidelijk dat dit natuurlijk vervelend is voor de club, vervelend voor mensen. Maar ja, dit is de uitkomst van de situatie zoals die is. We hebben echt niet met modder gegooid of elkaar de hersens ingeslagen, serieus niet, goede gesprekken gehad. Alleen dit is de uitkomst hiervan. Nogmaals, niet leuk, maar wel zoals het is. Eens lieken alles op waarde te wijzen. Alles ging goed, alles weer positief. Alleen ja, dan zorg je toch dat zo'n gebeurtenis wel invloed had. Zodat ik niet eens als zij wordt er geen openheid doen, dan krijg je dat er geruchten ontstaan, dat er praat wordt. Dat is voor zelfs nooit goed. En boppen dat, als je naar oren voetbalclub zorgen, bestuurlijk gedoch, dat werkt altijd terug in de organisatie op het veld. Nou is het simmerstop, dus dat is het gelok van Cambuur. Maar ja, positief is het voor zelfs net voor de club. Ben ik nog een heel soort oren dossiers in Biegeliks het Nij Stadion. Kan de club daar nou gewoon vol besluiten nemen dan? Ja, dat is het grootste dossier was neemst. Er zijn nog een aantal lietsere dossiers. En het is voor zelfs wichtig dat die we ook gewoon teruggaan kennen. En dat ken ik, zo zei het uit de graven. Want er binnen gewoon nog drie leden in de rier van commissarissen. En dat betekent dus dat de besluitvorming voor Biegeliks het Nij Stadion, dat er oer twee steen had, dat gewoon teruggaan kennen. De mem van de vertochte in de zaak Van Zegeren had nog voordat bekend werd dat Tjeerd Van Zegeren vermoorden wie, een kunde verteld dat hij om het leven bracht wie. Dat is familie naar Varenkaam bij de rugzaak, dat de widow van Tjeerd Van Zegeren terug te stit. De widow van Van Zegeren had zijn dat zij haar familie net jeder als middies op de hichte bracht. Haar mem hier dus moaas nog net witte kind dat Van Zegeren verstoon wie. Het is goed de twaalfde dag van het proces van de moordzaak. Tjeerd Van Zegeren werd in juni 2000 deervoen na een feest s'nachts in de Grijden bij de Westereen. Hij wie om het lippen bracht. Het Openbaar Ministerie mat nog mooi de eerst komen. Bij een ongeluk op de N381 bij Jesterwaarde is Justioen een 64-jarige vrouw uit Drachten om het leven kwam. De vrouw kwam door onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. De auto bedaarde hier terug in de slit. Er waren meerdere hulpverleners opgeroepen, waaronder de bronwacht en een traumahelikopter. De diek is een skoft afsletten west. De politie docht onderzoek naar de zaak en is hiervoor ook nog op ziek naar Tjoegen. En dan hebben we ook nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen, misschien nog een bui of een buikje in het waardgebied. Vierders vannacht droeg, 13 graden, een matige en vrij krachtige wind in het zuidelijke richtingwaai. Morgen, wat rein in de maandtijd in het zuideersten, eerste en nat eerste, vierders droeg, de zin er direct bij, vooral in de midden, en de temperaturen 22 graden, dus een zwakke en matige wind in het zuid-zuidwestwaai. En dit week, kijk op Friesland. Ik wens je nog een hele mooie joentag.